Wij waren al corona-proof voordat corona er was. Draai knetterhard verlies, absoluut. Goedemiddag, Guy. Goedemiddag, Ronnie. Nog steeds strak gespierd en healthy in deze tijden? Nou, dat valt tegen, eerlijk gezegd. Ik zit alleen maar op mijn kont. Van alles te regelen. Dus nee, helaas. Wat een tijden, hè? Ja, het is vreselijk. Het is vreselijk, ja. Het is, dat is voor iedereen natuurlijk zo. Alleen bij ons is het 7 studio's dicht vanaf 15 maart. Gewoon 0 omzet. Dat is best wel hardcore, ja. Hoe hard is dat gegaan? Is dat echt een paar dagen of zo? Want bij mij was het 2 dagen en mijn agenda was leeg. Hoe ging dat bij jou? Ja, ik heb 2 sportconcepten. Eén is 365, een personal training bedrijf. Met een aantal personal training studio's. En we hebben PLTS, dat is een reformer pilates bedrijf. Dat is, daarvan hebben we 4 studio's. Dus dat was op die zondagavond sport. We werden in 1 adem genoemd met 6 clubs. Vond ik nog wel grappig. Vond ik het enige grappige aan. Moest het enige waarin ik moest lachen. Tijdens die persconferentie. Maar dat was gewoon maandagochtend dicht. Dus zondagavond, we wisten het zondagmiddag al via. Maar zondagavond dicht en maandagochtend, ja. En bij ons is het zo dat bij een normaal fitnesscentrum heb je nog abonnementen. Dan kan je ervoor kiezen, laat je die mensen doorbetalen. Achteraf, zeg maar, nu gaat dat natuurlijk ook al niet meer. Maar toen dacht je, nou, misschien moeten we maar 1,5 maand dicht. En dan kan je de abonnementen door laten lopen. Maar bij ons, omdat het prijspunt wat hoger ligt, ook met personal training, mensen betalen eigenlijk per sessie. Ze hebben wel een soort abonnement, maar gaan ze niet voor 100 euro per uur, zeg maar, zeggen, nou, je moet gewoon doorbetalen, weet je, dat gaat niet. En bovendien, als je het wel doet, dan zegt iedereen op, dus dan heb je geen klanten meer over. Dus ja, daarmee was omzet nul meteen. Hey, en want hoeveel mensen heb jij de meeste trainers in dienst? Of zijn dat freelancers of werkers? Nou, bij 365 personal trainers heb ik allemaal in dienst. Zo goed als allemaal fulltime. Dat zijn er 22 bij elkaar. En bij PLTS is het gescheiden. Hebben we de receptionisten en wat management hebben we op de payroll. En de meeste trainers zijn ZZP'ers. Dus wat dat betreft kon ik... die ZZP'ers die hebben ook helaas pech. Het is heel erg spijtig. Maar daar kon ik natuurlijk niet zo heel veel mee. Nee. Hey, en wat doe je dan zo'n maandagochtend? Als dat nieuws out in the open is? Ja, met een beetje katerig gevoel naar kantoor. en daar afspreken met het managementteam. Om te kijken van, ja, wat is er eigenlijk godsnaam gebeurd en wat betekent dit? En contact opgenomen met alle klanten. Dus dan moet je in de e-mail-nieuwsbrieven klimmen en... besluiten hoe je het gaat verwoorden wat betreft betalingen, abonnementen, dat soort zaken. En het ook naar het personeel vertalen om te kijken van hoe gaan we dit oplossen. Ja. Ja. En want dat is inmiddels nu, hoe lang geleden? Ja, dik 2 maart. Het was 15 maart, weet ik nog. Dus volgens mij was dat zondag, dus is het 16 maart. Ja, dat is 2 maanden en 2 dagen geleden. Dus wel, ja, inmiddels weten we natuurlijk... Ja, inmiddels weet je een beetje beter hoe het werkt achteraf. Maar op dat moment staat echt je hele wereld op je kop natuurlijk. Weet je, begon niet wat er gaat gebeuren allemaal. Nee, want waar sta je nu? Want je bent voor een gedeelte weer open, toch? Ja, nou, bij 365 hebben we 1 locatie in Apkoude. Waar hebben we een heel groot eigen parkeerterrein eromheen. En daar hebben we gewoon een hele buitengym gebouwd. Want dat mag wel. Binnensporten is eigenlijk gewoon een absolute no-go. Tot nu toe. Komt door de... Dat is een beetje, ik ben er een beetje ingedoken een paar weken geleden. Het komt voornamelijk... Het Outbreak Management Team heeft de overheid geadviseerd... om niet met binnensport te beginnen vanwege aerosolen. Misschien wat van gehoord. Aerosolen zijn deeltjes die je uitademt. Tijdens het sporten wordt dat misschien wel 10 keer meer. En daar bindt het virus zich aan, zeg maar. En op het moment dat je dus binnensport met slechte circulatie... dat kan je natuurlijk slecht controleren... dan blijft dat langer hangen, kan je meer mensen infecteren. En bijvoorbeeld die superspread events, zoals die kerken en die koren van begin maart, in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat is vooral gekomen door de verspreiding van aerosolen. Dus dat OMT zegt gewoon binnensporten, no-go. Maar wel zwemmen. Ja, want dat is chloor. Ja, dat is heel lullig. Chloor elimineert het virus.
Ja. Hey, dus dat betekent, want die parkeerplaats waar je net over had, die is niet van jou, toch? Nee, is van de eigenaar van het pand, denk ik. Oh. Het is geen openbare weg. Ah, oké. Okay. Dus neem het even, want ik las toevallig even in de voorbereiding hier naartoe, even een artikel van jou waar je inderdaad vrij fel was op personal trainers, die dan, dat was volgens mij artikel dus alweer Ja. in het vuur rond half maart Ja, volgens ja, ja. mij. Mijn artikeltje van 2 maanden geleden was zeg maar 3 dagen nadat werd opgeroepen, of na de regel iedereen moet stoppen. En toen zag ik in het Vondelpark gewoon van die bootcampclubjes staan met mensen die elkaars hand vasthielden om evenwicht te bewaren en zo en dat soort dingen. Dus daar was ik heel fel op, dat ik dacht, ja, maar wacht even jongens. Maar, ja, inmiddels binnensporten kan gewoon. Die aerosolen die zijn er wel, maar er zijn heel veel maatregelen te nemen die vrij simpel zijn om dat risico te beperken. Aha. Is helemaal niet zo ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld zijn een aantal maatregelen die in het buitenland nu al werken. Bijvoorbeeld Italië gaat al open met fitnesscentra. Met de regel dat er voldoende circulatie is. En daar is een per kuub zoveel circulatie per minuut. Hè. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat geeft je installatie gewoon Ja. aan. En een HEPA-filter in je airco. HEPA-filter die filtert al die virusdeeltjes. Dus dan is een airco is er niet zo heel veel aan de hand. Dat ga ik Ja. denk persoonlijk dat je binnenkort gaat zien, ook in horeca, maar ook misschien wel in vliegtuigen of in fitnesscentra. Krijg je een soort certificaat van je airco-leverancier dat je een HEPA-filter hebt. Denk ik Aha. hoor, dat is een beetje mijn inschatting. Want dan kan je dus als consument zien, nou hier zit een airco-systeem in waar dus al die virusdeeltjes worden gefilterd. Ja, ik heb mijn airco-boer natuurlijk meteen opgebeld toen ik dat 2, 3 weken geleden doorkreeg. En die dingen staan in bestelling en eentje wordt er deze week al geplaatst en de andere worden volgende week geplaatst. Maar is het oud? Want je leest natuurlijk nu, hè, we komen nu in een soort tijdperk waarin iedereen met zijn dingen, hè, de een die, jij zegt nu dit en iemand anders zegt weer dat. En hoe groot is het risico dat dan later weer blijkt dat wat jij nu vertelt weer helemaal niet waar is? Laat ik zo zeggen, moet het Outbreak Management Team jou over dit eerst adopteren en als beleid naar buiten gooien? En dan is het zo? Of heb jij nu zoiets van, ja, fuck it, ik ben ondernemer en ik geloof dit en ik ga dit doen en dan ga ik gewoon, dan ga ik. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat laatste met deze HEPA-filter, dat laatste denk ik gewoon, ja, inderdaad, doe ik gewoon. Want ten eerste is het een vrij kleine ingreep. Ja, het kostte 2000 euro per studio. Ja, het is wel 2000 euro per studio. Maar met andere dingen, we stonden ook al een paar weken geleden op het punt om mondkapjes te bestellen. Die kon je dan helemaal bedrukt en met dat soort dingen. Of met schermen tussen apparaten in en dat soort zaken. En daar heb ik even op pauze gedrukt. Want nu contactberoepen open zijn, zoals kappers en masseurs en dat soort dingen. Ja, die hebben ook niet, dat is, ik bedoel, mondbescherming, daarvan zegt onze regering, hoeft niet per se, behalve in het OV. Ook als je naar ik moet naar de kapper trouwens. Maar als ik naar de kapper ga van de week, ik heb koep corona. Als ik naar de kapper ga van de week, dan hoeft er geen schermpje tussen. Er moet Nee. een stoel uit, maar dus je moet 1,5 meter afstand houden. Dus als ik dan nu voor al mijn studio's als een gekke plexiglazen schermen ga bestellen, dan ben ik duizenden euro's verder. Terwijl het niet eens per se hoeft. Dat is een beetje het lastige, denk ik, van deze voor alle ondernemers. Ook voor horeca bijvoorbeeld. Ja, wat voor maatregelen moet ik nemen en wanneer hoor ik het? En dan moet ik het binnen nu een paar dagen regelen, want ik wil gewoon open. En dat maakt het natuurlijk allemaal ingewikkeld. Ja, want wat is jouw beleid nu in dit? Want je leest nu, een paar dagen geleden las ik over horeca-ondernemers die zeggen van ja, weet je, de keuze is of failliet gaan of fuck it. Dus wij gaan gewoon open, weet je wel. Dat krijg jij natuurlijk ook op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment wel. Ik kreeg vorige week een artikeltje doorgestuurd, zo'n linkje van het AD, dat er een fitnessondernemer ergens in het land, ik ben vergeten waar, datzelfde zei. En zei van ja, ik ga gewoon open, want anders sluit de bank mijn deuren voorgoed. Dus, en als ik failliet ga, dan is die boete ook niet erg. Hè? Even makkelijk gezegd. Maar nou, Ja. ja, zo staan we er niet in persoonlijk. Ik probeer het liever. Ja, ik heb goede hoop op het feit dat we gereguleerd open mogen. Ook omdat als je naar de business kijkt waar ik in zit, hè, personal training. Maar eigenlijk zeg ik, en dat staat ook in ons hele reopening protocol, wij waren al corona-proof, zo goed als, voordat corona er was.
Want als je ziet wat contactberoepen nu voor eisen krijgen om open te mogen, dat is namelijk op afspraak. Dan moet je vooraf moet je kunnen vragen aan je cliënt, ben je gezond, nou, dat soort dingen allemaal. Je moet 1,5 meter afstand kunnen houden en je moet alles kunnen desinfecteren. Ja, bij personal training spreek je af met een personal trainer, je hebt een afspraak. Nou ja, er werd al regelmatig gevraagd hoe voel je je. Dat is bij ons het probleem niet. Dus ik heb goede hoop op dat de overheid voor onze kleine sector, want we zijn natuurlijk maar een kleine sector voor de overheid, toch komt met maatwerkoplossing, zeg maar. Misschien lokaal, ja. Zodat wij wel gewoon open kunnen. Dat is een beetje mijn stille hoop. Maar, het is dan dat jij met behulp van zo'n nieuw ecosysteem wat de lucht op een goede manier verwerst, zeg maar, noem ik het even. Ja. En gewoon de regelgeving die je normaal in acht neemt, dat dan de opmerking die je veel hoort van ja, maar iedereen loopt dat te zweten, te snotteren en te spetteren en weet ik veel wat allemaal. Dat is echt de dead area daar in zo'n sportschool. Ja. Dat jij zegt, met die maatregelen moet dat wel kunnen. Ja, als je naar onze opzet kijkt, is het dus niet een normale sportschool. Wij zijn helemaal niet een normale sportschool. In een zaaltje door elkaar heen. Ja, wij hebben bijvoorbeeld in Apkoude, een van onze vestigingen, hebben we, 320 vierkante meter. En daar lopen op zijn max lopen er 4 klanten met 4 trainers in de rond. Dus heb je 8 man binnen. Je komt elkaar niet eens tegen. Je komt niet eens bij elkaar in de buurt. En bij PLTS hebben we groepjes, dat zijn Pilates lesjes, zeg maar, van maximaal 10 tot 12 mensen. Voordeel daarbij is weer dat de enige mensen zijn ook op 200 vierkante meter. En je zit de hele les lang op 1 machine. Dus je wisselt niet, je loopt niet. Je bent gewoon op 1 plekje, op je reformer Pilates machine. Ja, en als daar een schot tussen moet, dan doen we dat. Hè. Dat zie je, die mooie foto van die hokjes in dat restaurant op dat terras waar je al die hokjes ziet. Dat zouden we nog kunnen bouwen. Ja, maar in principe is het, ja, kijk, ik snap dat de overheid bij big box gyms, zoals wij dat noemen intern, dus de grote sportscholen, zeg maar, waar gewoon op een drukke dag wel misschien wel 1000 man in en uit loopt, dat lastig reguleren is. Dat snap ik. Daar zullen heus ook oplossingen voor zijn. Maar in die business zit ik niet. Ik word wel in de fitnesssector, zeg maar, meegenomen, maar het is een hele andere opzet dan een normaal fitnesscentrum. Ja, eens. Lastig is het voor die gyms die de combi hebben. Hè? Die aan de ene kant zeggen van, ja, met personal trainen zouden we eigenlijk best wel kunnen beginnen. Want dan zit je inderdaad in situaties waar veel mensen zijn. Maar ja, we hebben ook onze normale leden die daar doorheen lopen. En je kan ook weer niet zeggen, we doen wel personal training. Maar normale fitness, open fitness kunnen we niet doen. Ja, en wat je nu ook ziet, dat maakt het ook dubbel. Is er zijn ook fitnesscentra die hebben een gedeelte van hun ruimte verhuurd aan fysiotherapie. En die mogen wel open nu. Ja. Dus ja, ik snap het wel dat de overheid niet, die kan niet op heel fijnmazig nu al meteen in elke sector, want er zijn natuurlijk, ik zit in mijn sector, dus het is mijn wereld, dus ik weet er heel veel van, maar zo zijn er misschien wel 10 sectoren, misschien wel 20 in Nederland, die zeggen, ja, ik ben een subcategorie in mijn sector en ik kan wel open. Dus ik snap heus wel dat de overheid dat helemaal niet kan fixen in zo'n korte tijd. Maar ik hoop wel dat er ruimte komt voor het lokale bestuur en voor je gemeente waar je in zit, of voor je veiligheidsregio waar je in zit, waar dan dus op die manier gekregen kan worden, zodat de economie wel weer een beetje aan de gang kan. Ja, waardoor je wat meer maatwerk. Als jij gewoon in Apkoude kan zeggen, jongens, we gaan het zo en zo regelen, dat ze op regionaal of lokaal niveau zelfs kunnen zeggen, een beetje prima zo en gaan. Precies. Of, kijk, en als ze het niet officieel willen goedkeuren, zorg er dan voor dat, zeg maar, dat het niet wordt gehandhaafd. Dat kan ook nog. Ja, gedoogbeleid. Wat zei je? Ik zeg gedoogbeleid. Ja, dat is ook met coffeeshops zo. Dat mag eigenlijk niet, maar als je er eenmaal zit, dan zeggen ze niet, ga maar weg. Ja. Hey, hoe zwaar is het nu voor jou als ondernemer, zeg maar? Op persoonlijk niveau bedoel je? Nee, ik bedoel, hoe slecht gaat de business nu? Zit je echt in, hoe lang kun je nog mee? Lek je heel erg financieel? Hoe sta je ervoor? Ik lek zeker financieel. Kijk, we hebben natuurlijk voor alle mensen in dienst hebben een NOW-regeling.
daar moet je natuurlijk zelf nog wel wat van bijstorten, hè, want je krijgt niet 100%. En het is ook over januari. Inmiddels is er ook weer wat veranderd. Dus we hebben meer mensen op de loonlijst dan in januari. Dus daar zit ook alweer verschil in. Ja. Dus dat is wel alles. En naast de vaste kosten waar we gewoon niet onderuit komen. Zoals bijvoorbeeld, we hebben 7 studio's, 7 huurbazen, 8 kantoor erbij. En met sommigen kan je wel goed praten. En die zeggen, ja, ik begrijp het. En je krijgt 50% huurkorting, noem maar wat, voor de maanden dat het duurt. Zo hebben we er een aantal. En we hebben er ook een aantal die zeggen gewoon, nee, sorry, maar je moet gewoon 100% van de huur betalen. Dus dat, zeg maar, die huisvesting, alles bij elkaar, plus het verschil in de NOW, plus nog wat andere, je systemen en dat soort dingen, waar je gewoon, die je wel gewoon aan de gang moet houden. Maakt het draait knetterhard verlies. Absoluut. Nul inkomen. Ja. Nou, nee, is niet helemaal waar, want in de koude drijven we dus buiten een beetje. Maar voor de maand mei is dat 20% van onze normale omzet. Ja, dus dat ga je op lange termijn. Maar dat geldt natuurlijk voor veel scenario's nu. Hè? Ik bedoel, de hele, want wat vind jij van het begrip 1,5 meter economie, zeg maar? Gaat dat werken? Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat een soort, in Amerika hebben ze 3 fases. Hè? Ik denk dat phase 1 moet zijn. Maar dat dat niet een soort van een standaard, het nieuwe normaal moet worden. Daar heb ik wel voel ik daar verzet tegen, zeg maar. Op het moment dat je dat als normaal en op het moment dat je dat dus ook als wet gaat aannemen, dan krijg ik wel een beetje kriebels van, eerlijk gezegd. Ja. Waar koers jij op, zeg maar? Ik bedoel, wat voor een timing hanteer jij? Hoe schat jij de branche? Kijk even naar jouw eigen branche, de fitness- en sportscholenbranche. Doe ze een voorspelling zo voor dit jaar. Hoe ziet dat verloop eruit, denk jij? Ga ik weer de fitnessbranche uit elkaar trekken. Tussen de big box gyms en de boutique fitness, waar ik in zit. Dus subsector boutique fitness. Best wereldwijd inmiddels echt wel een hele grote groeisector binnen de fitnessbranche. Vooral in Amerika en Europa. Als ik kijk naar de big box gyms, dan echt gewoon de normale sportschool, zeg maar. Dan denk ik, overigens grappig, ik had van het weekend iemand aan de lijn, een vriend van mij, die is bestuurslid bij Europe Active. Dat is de Europese brancheorganisatie, die lobbyt hier in Brussel voor de fitnesssector. En die zei dat er in Amerika al 20 of 24 staten in phase 1 zijn met fitness. Dus fitness mag daar open. Dus al de helft van Amerika mag al open met fitness. Hebben ze natuurlijk al die fitnesscentra doen dat. En na 2 weken is eruit gekomen dat slechts 5% van de leden komen sporten. Omdat ze het gewoon niet durven. En dan heb ik het over die grote sportscholen. Hè? In Amerika is natuurlijk alles nog groter. En dat kan ik me wel voorstellen. Want heel veel mensen denken ook, hoeveel mensen zijn er dan voor me geweest? Wie heeft het apparaat aangeraakt? Allemaal dat soort zaken. Dus heel eerlijk, het is vreselijk. Maar ik heb heel veel vrienden zelfs met fitnesscentra. Geloof ik niet dat 2020 echt een goed jaar gaat worden voor hen. Nou, voor niemand. Maar daar is het nog wat erger dan bij ons. Want bij ons maak je dus al een afspraak. Zijn er veel minder mensen per tijdseenheid op een studio. En heb je veel meer lucht en ruimte. Is er veel meer bij de consument, zeg maar, veel meer zekerheid. Dat het gewoon oké is om te komen sporten. En veilig is om te komen sporten. Dus ja, als ik daar voorspellingen in mag doen, dan denk ik dat als ik kijk naar Amerika, dat die boutiques, die gaan vrij snel, zitten die weer op hunzelfde niveau qua omzet. He, dat zie je nu ook bij kappers, die verhogen zelfs hun tarieven, omdat ze het gewoon heel erg druk hebben. Dus die zitten vrij snel op hun normale tarief. Maar die grotere sportscholen, ja, ik ben wel bang dat daar heel veel klanten gaan opzeggen en even denken van ja, wacht heel eventjes. Om te kijken hoe dat precies zit qua veiligheid. Misschien ook qua prijs. En dat is ook weer een verschil tussen de boutique en de gewone fitnesssector. De gewone fitnesssector is vaak een wat lager prijspunt. Dat is van basic fit 20 piek per maand tot aan misschien 100 piek per maand voor een wat luxere sportschool. Maar als je niet komt, dan is alles te veel. Ook al is het maar 20 of 50 euro per maand.
En bij ons betalen mensen voor wat ze afnemen. Dus het is veel zuiverder. En ja, dan denken ze gewoon, ja, oké, nou, ik ga het gewoon een keer proberen. En vind ik het niks, vind ik het nog onveilig, dan kom ik daarna niet meer. Maar als ze dan zien dat het wel veilig is, ja, dan blijven ze gewoon komen. Dat is een beetje mijn voorspelling, denk ik. Hoop ik. Ja, ik help het je helpen, ja. Maar alleen eerst even naar de kapper nog. Ja, dat is echt nodig. Jij bent geweest al. Nee, maar het ziet er op zich ook best wel stoer uit. Ja, nou, ik hoor ook wel, dit zo had ik het vroeger. Vroeger had ik zelfs nog wat meer haar, zeg maar. Alleen nu ik grijs word, ik ben in corona 43 geworden, is het een beetje, nou, ik weet niet, kijk maar even. Maar ik gun het mijn kapper ook wel weer. Ja, precies. En het gaat om je karakter, hè? Zeg maar, het gaat om de binnenkant. Guy, dankjewel dat je mij even bij wilde praten. Ja, en, succes, want ik denk, jongens, overall, die branche moet wel weer gaan starten, want we moeten wel met z'n allen gezond blijven en dat draag ik bij. Dus. Ja, en een beetje bewegen, los van gezondheid, wordt iedereen ook gewoon blijer van. Hè? Want het is ook, je krijgt, dat merken we nu ook, als je buiten komt sporten bij ons in Apkoude, mensen krijgen er gewoon positieve energie van. Je werkt even aan jezelf, mensen zien het als een uitje van de dag. Want we worden helemaal knettergek natuurlijk binnen, iedereen. Eens. Dankjewel, man. Dankjewel. Ciao.